Giovanni, ik heb vandaag een paar keer aan Ronald Koeman moeten denken. Die stond hier wel eens op jouw plek en dan zei je, ja, wat ik ook bedenk, hoeveel kansen we ook krijgen in de eerste helft, winnen lukt toch niet. Is dat ook een beetje jouw gevoel na afloop? Nou, het gevoel dat er meer te halen was vandaag, dat gevoel heb ik wel. Dat deel ik wel met Ronald. Want in de eerste helft krijg je meer kansen dan zij, hè? En staat je organisatie goed? Ja, dat is iets wat we natuurlijk vooraf hadden afgesproken en dat de uitvoering was goed. Meer dan goed, denk ik. Weinig kansen weggegeven aan Ajax. En zelf kom je op voorsprong in een omschakelmoment. Heb je nog een grote kans op de 1-2. En eigenlijk, Filena. Ja, eigenlijk is die de eerste helft hadden wij op voorsprong moeten staan. Alleen je geeft ook een goal weg. Waarbij je zelf een ingooi hebt. En een aantal seconden later ligt hij bij ons in de goal. Maakt dat een nederlaag hier extra zuur? Omdat het anders had kunnen zijn? Ja, dat gevoel heb ik wel. En dat, niet het gevoel dat we hier zijn weggespeeld en kansloos zijn geweest hier. Alleen, ja, we staan wel met lege handen. Maar ik denk de manier waarop en dat het ook anders had kunnen zijn, dat gevoel heb ik wel. Komt het door verkeerde keuzes maken, niet scherp zijn in de afwerking en zo? Nou ja, kijk, een grote kans natuurlijk van Tony. Ja, die kan die maken of niet en hij maakt hem niet. Ja, dat gebeurt in een wedstrijd. Alleen, ik denk zeker in de tweede goal die wij tegenkrijgen, die ja, nemen een aantal momenten daarvoor dat we twee of drie keer een duel aangaan. En niet of half ingrijpen en niet echt ten koste van alles zo'n duel willen winnen rond de 16. Ja, dan valt die een keer goed. En dan kom je achter eigenlijk. Ik denk dat de enige kans is die Ajax heeft gehad. En natuurlijk ook nog een penalty die ze overschieten. Maar was er toen nieuwe hoop? Moet je daar je hem hoog overschoot? Ja, tuurlijk. Dan betekent het nog één goal. Nou, we hebben dat geprobeerd. Ik denk één halve kans van Michiel, een kopbal. En een paar keer dat hij net niet goed valt bij hun in de 16. Maar we zijn wel op zoek geweest naar de gelijkmaker. Twee onderwerpen nog. Wat is er in hemelsnaam, zeg ik maar, aan de hand met Elia en Bilal? Nou ja, je maakt natuurlijk keuzes voor de wedstrijd. En El Giro is wat minder in vorm. En dan kies je gewoon voor deze elf. En dan dan hoop je dat het team staat, dat we kansen creëren. Nou, alles mislukt bij Bilal. Wat is er met die jonge persoon? Is dat vorm, is dat vertrouwen, wat is dat? Ja, het is moeilijk te zeggen natuurlijk. Ik bedoel, je hebt wat je zegt, je hebt met vorm te maken. En vorm kan goed zijn of slecht, en of minder. En dat is altijd iets waar je als voetballer mee te maken krijgt. En dat gebeurt. Dan is Kenneth Vermeer, gewild en ongewild, een van de hoofdrolspelers van deze dag. Omdat hij goed speelt met die geweldige actie op de achterlijn dat hij hem over de zijlijn glijdt. En er wordt hier een supporter opgepakt. Die heeft gelijk een stadionverbod gekregen omdat hij een pop met de naam van Vermeer op met een touw om zijn nek laat zakken van de tribune. Ja, elke discussie is overbodig, hè. Maar hoe is dat in zo'n kleedkamer als je dat als trainer hoort en weet de jongen dit? Nou, ik heb daar geen woorden voor dat dit gebeurt. En eigenlijk, ik denk niemand. En ik hoorde het kort na de wedstrijd. En het enige wat je kan doen is in zo'n man oppakken en hem daarvoor tot recht moet. Hij moet voor de rechter komen. Want dit is iets wat niet kan. En het is een fantastische keeper. Een keeper die jaren voor Ajax heeft gespeeld en van waarde is geweest. En nu van waarde voor ons is. En ik heb daar geen woorden voor. Frank de Boer heeft dat gelukkig benadrukt, hè, wat jij nu zegt. Ja, maar dat is toch zo. Ik bedoel, jongens maken keuzes. En Kenneth heeft de keuze gemaakt om naar ons toe te komen. En is gewoon een fantastische keeper en een fantastisch mens. En dit gun je niemand.